Kruiken TV wordt mede mogelijk gemaakt door... Bij de biometers op Opper, adjudant en de jeugdprins Jorik, voor het tweede jaar al weer. Ja. En dat is bijzonder, dat is leuk om mee te maken, of niet? Ja, superleuk, ja. Hey Patrick, jij bent alweer voor het zoveelste jaar Opper. Ik ben eigenlijk een beetje de tel kwijt geraakt. Je bent er eventjes tussenuit geweest. En vandaag zijn jullie hier met z'n tweeën gepresenteerd. En dat is eigenlijk wel iets bijzonders, hè? Want jullie hebben een speciale band met elkaar, toch? Ja, dat hebben wij zeker. Ik zal je vertellen, het is mijn 14e jaar. Ik heb met Jorik een heel speciale band. Het is de zoon van een van onze beste vrienden. We hebben 2 jaar geleden gezegd, ik zou wel eens een keer met de jeugdmis op het podium willen staan. Toen is hij in 1 avond geregeld. Want ik ben super van dat je weer gewoon bij is. Het is mijn maat. En dan wint hij. En misschien wint ooit dat hij prins van de biermuts kan worden. Schud, 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 schud. Schud maar met je billen. Schud maar met je kont. En net zijn jullie samen gepresenteerd. En hoe voelde dat voor jou? Ja, vorig jaar voelde het echt als nieuw. Maar nu wist ik al wat het een beetje was. En nu was ik minder zenuwachtig dan. Ja, maar het voelt wel fijn om dan zo... Je begint er een beetje aan te wennen. Ja, dan wel. Hij stimuleert in ieder geval de jeugd om erbij te doen, om mee te doen en als het kan om lid te worden van de biermeter. Hoe heb jij de biermeter zien veranderen in die jaren? Heel leuk, ja. Heel leuk. Maar niks, dat wel. Dus maar ja, je moet gewoon je best blijven doen. Dat is het beste. Wij hebben met hem de toekomst, maar die andere kinderen waar we carnaval mee vieren, dat is onze toekomst. En daar moeten we het allemaal mee doen. Ik heb mijn 14e jaar nu. Ik weet, er is er eentje in Kruikenstad, Joost van de Kerkhalen. Die heeft ook 14 jaar. Ik denk, stel dat ik het volgend jaar niet doe, dan ben ik langzittend op van Kruikenstad. Dat zou misschien een hele grote eer zijn. Maar als hij tegen mij zou zeggen, Patrick, ik zou volgend jaar op van de biermeester willen doen, ga ik opzij. Zou jij dat willen doen, Jorik? Ja, ik ben nu nog te jong, maar later zou ik misschien wel willen doen. Ja. Nou, we zijn vandaag met een doos, een presentje, groen-oranje kruikeneieren op pad. De Bredaseweg hier in Tilburg en niet zomaar, want we zijn uitgenodigd voor Wout. En Wout is al 22 jaar nar van de taverneplekkers en dat viert hij vandaag. Nou ja, klein presentje is altijd leuk, hè? Bye. Ik voel me nou net Gaston, hè? Goedenavond! Hey, gefeliciteerd! Ja. 22 jaar na. Ja. We houden het vol. Makkelijk, met deze mensen om me heen. Ja, echt. Hey, carnaval, dat is jouw lust en jouw leven. Ja. Naar zijn ook. Hoe is het 22 jaar geleden begonnen? Zat. wilde jij naar worden, ja? Lijkt me wel iets. Ja, ze misten nog iets bij de vereniging. En daar moest er naar zijn, daar werd jij. Ja, en het was het podium of hier. Nou ja, het podium is niks voor mij. Dat heb ik al heel lang gemerkt. Dat is allemaal zo serieus en ik ben niet van de serieuze. Los een lekker ding, heb lang gezocht. Lang lekker ding, ben de gij. En je hebt zo'n lekker kindje. Wout, ik wil jou namens Kruiken TV feliciteren met de 22 jaar nar zijn. Dat is niet niks. Nee. Mag hopen dat ik het nog 11 jaar volhoud en daarna nog een keer 11 jaar. Makkelijk. Want de mensen zoals jij hebben we nodig bij het carnaval in Kruikenstad. En ik hoop eigenlijk dat je een beetje houdt van eieren. Groen-oranje eieren. Die hebben we bij je. Een hele doos aangeboden door Party op Tilburg. Ik zou zeggen, delen met de vereniging.
En laat het smaken. We maken er een mooie avond van. Alsjeblieft. Van de vereniging. Dat is Joella. Joella, jij bent sinds een paar jaar opper van deze vereniging. Ja. Hoe bevalt het? Heel goed. Ja, je moet me niet vragen hoeveel jaar, want daar hou ik allemaal niet zo bij. Maar het bevalt nog steeds heel goed. En zeker als we dan zo'n jubileumjaar als dit hebben, ja, dan kan het niet beter natuurlijk. Wat betekent Wout nou voor jullie vereniging? Een schatje. Hij is alles voor de vereniging. Een schatje. Wout betekent alles voor de vereniging. Zonder Wout is er geen vereniging. En, nou ja, maar mijn motto is ook, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ja. En op zijn avond als vandaag, onze Wout, 22 jaar nou, daar moeten we toch een groot feest van maken. Ja. Als jij carnaval viert in Tilburg, in Kruikenstad, en je kent Woutje niet, de nacht, dan ken jij Kruikenstad niet. En zo is het. Nee, maar wat hij wel toevoegt is dat hij echt de verbinding legt tussen ons en iedereen daarbuiten. Hij onthoudt iedereen in Kruikenstad. Waarschijnlijk niet, maar hij doet wel net alsof. En hij geeft wel iedereen een kusje. Of je nou man bent, vrouw bent, jong bent, oud bent. Het maakt helemaal niet uit. Hij komt je kussen. En ik denk dat dat gewoon heel veel waard is geworden binnen Kruikenstad. Dat je Woutje ziet en die verwelkomt je altijd. En dat is voor ons als taverneplekkers ook heel veel waard. Wout is echt een vast onderdeel van onze vereniging. En zonder Woutje zou het ook een heel andere vereniging worden. Maar het is ook gewoon heel fijn om te zien dat mensen ergens een fijn hart hebben bij een vereniging en daar gewoon vol bij blijven. Dat is heel fijn. Mijn neus, mien, waar is mijn neus? Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus? La 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 la. Waar is mijn feestneus? Min, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Nou, we hebben een uitnodiging gehad per mail of per sms, ik weet eigenlijk niet meer zo goed, van Alafter Party. Ze gaan vandaag een nieuwe clip opnemen. Daar zijn ze heel de dag al druk mee bezig geweest. Ze hebben heel de stad al gehad. En het laatste eindstation is eigenlijk Ginfish. Dan nemen ze het laatste deel van de clipje op. En wij zijn heel benieuwd. Halleetjes. Hey, we hebben een uitnodiging van jullie gekregen. Ja, we hebben weer een nieuw nummer gemaakt. Het is dit keer echt een ode aan Tilburg, aan Kruikenstad. En we hebben nu wat verenigingen uitgenodigd. We zijn eigenlijk bezig met de laatste shots voor vandaag. En ja, dat wordt wel weer een knaller. Heel de nummer, je kent het wel, voorbereid op carnaval. Elke keer als ik weer in mijn tekstje kruip, dan voel ik me zo goed, ik ben een kruik. We zijn allemaal Tilburgers, trotse Tilburgers. En dachten van, laten we een nummer maken speciaal voor onze stad. Het is echt een liefdesliedje, maar we willen ook met dit nummer een beetje de liefde voor Tilburg ja, aan iedereen laten zien. Wie is er allemaal verliefd hier dan? Wie er verliefd zijn? Zij is heel verliefd. Jij bent verliefd. Super verliefd. Vertel. Ja, ik ben verliefd op deze hier. Wij moesten vooral heel erg verliefd kijken naar elkaar. En doe keren, hoor, doe keren. En een linkerhand, en een rechterhand, maakt ze mee verzaamd, elke keer als ik weer in mijn tekstje kruip, dan voel ik me zo goed, ik ben een kruip. Ja, een aantal jaar hebben jullie carnavalsplaten uitgebracht. Ja. De een zal misschien wat beter scoren als de ander, maar is dat ook iets wat je in het voortraject eigenlijk al merkt van nou, ik voel het aan mijn water, dit gaat scoren? Ik ga gewoon aan het werk met dat waar ik voorgeschoteld krijg en ja, daar kwam dit uit. En eigenlijk na een avond wisten we al van ja, dit is wat we dit jaar gaan doen. Gaan jullie meedoen als ze me zingen met dit nummer? Ja, als het goed is wel. Ja. Volgens mij is dat ingeschreven. Dus er zijn dingen die allemaal buiten mij omgaan, maar volgens mij hebben we dit jaar weer ingeschreven. Dus ik denk het wel, ja. Hij staat erop. We waren erbij bij backstage bij de opnames van de nieuwe single van Alafter Party. En vergeet hem niet, hè, tijdens Summer Zingen gaan ze hem doen. Dus zorg dat je erbij bent. Houdoe.
Willem, jij bent van de organisatie van de Vatten Bieren Bloos. Bloos hoe? Blaasbal. Bloosbal. Blaasbal. Hoe komt jullie aan die naam in godsnaam? Ja, god, we zaten met z'n allen bij elkaar van de commissie. En toen is daaruit gekomen van het Vatten Bieren Blaasbal. Maar hoe komt jullie aan die beentjes? Heel veel mailtjes sturen, heel veel bellen en Facebook, Instagram. Blijven contacten. Er is iets aan de hand, hè, met de beentjes hier in Tilburg, hè, met de kapellen. Het wordt nog steeds minder. Ja, er komt er steeds minder jeugd, het gezellig fans, om leuk muziek te maken. De meeste die gaan van die rampenstandmuziek, die komt uit het doske. Dan hoeven ze maar een knopje in te douwen. En dan verder is het ook gezellig, maar dat heeft met muziek niks te maken. En muziek moet je zelf maken. Johan, jij bent grote tromspeler bij, noem het zelf maar. Huisorkest van de Steunzolen. Huisorkest van de Steunzolen. En hoe zitten jullie mee op bezetting? Krijgen jullie het ieder jaar rond? Is het continuïteit of hoe zit het bij jullie? Het is wel continuïteit, maar wel aan de lage kant. Dus als we muzikanten erbij kunnen krijgen, heel graag. Hoe levensvatbaar is de Hofkapel voor jullie? Onze Hofkapel is nog zeer levensvatbaar. Wij komen echt binnen met onze Hofkapel. Volle muziek aan en erachteraan hossen. En daarom ziet waarschijnlijk ook alle verenigingen zien ons graag komen. Black Woo. En dat is een band dat Lol op Zaand. Lol op Zaand, ja. Lol op Zaand. 15 jaar al. Wat trekt jullie nou al om carnavalsmuziek te gaan maken? Ja, dat doen we eigenlijk niet echt, hè, carnavalsmuziek. Hoe wil je het dan noemen? Feestmuziek. Feestmuziek? Feestmuziek, ja, ja. Af en toe met een beetje een deuntje erin, wat lijkt op carnavalsmuziek. Ja, maar in de zin van dat het hangt en zo. En het moet een feestje bouwen. Maar de toekomst van alle muzikanten hier in Kruikenstad, bij de kapellen, hoe zie jij die in? Eerlijk gezegd, een beetje aan de sombere kant. Ja, omdat het gewoon, je ziet gewoon kapellen wegvallen. En je ziet eigenlijk weinig of geen nieuwe kapellen opstaan. En we zien ook in Kruikenstad dat er heel veel van buitenaf wordt ingevlogen om de gaten die we in Tilburg zelf niet kunnen vullen, om die op te vullen. 12 januari is er speelt Blaafist. En dan hebben wij een club uit Rienen. Ja, dus daar komen de eenootjes komen naar. Ja, die komen naar Tilburg toe om bij ons een klein mooi stuk muziek te maken. Daar zijn we erg blij mee. Maar ja, die heb je wel nodig om je middag te vullen. Kijk, de jeugd die zoekt gewoon heel iets anders dan wij, de oude rotten bijna in het vak, aan het zoeken zijn. En die gaan een heel ander soort carnaval vieren op een heel andere manier dan wij samen gewend zijn. En hoe komen jullie aan de bezetting? Is dat continu? Of hebben jullie regelmatig nieuwe aanwas? Nee, we zijn al heel lang met dezelfde groep. En dat is eigenlijk een hele grote vriendengroep waar we heel veel lol met elkaar hebben. En allemaal leuke muzikanten, dus we kunnen mooi stukjes muziek maken. Wij repeteren op maandagavond bij de boulevard. Dus als je zin hebt, kom er een keer lekker binnen wapperen. Het pils staat altijd klaar. En als je nog muziek kunt maken, is dat mooi meegenomen. En zo niet, dan leren we dat. Nou, dat was een keigezellig visje hier, de Vatten Bieren Bloosbal. En hoe het gaat in de toekomst met de kapellen, we zullen het nog niet weten. Niemand kan de toekomst kijken. Maar ik hoop van ganse harte dat er jongeren zijn die de hart gaan maken van de carnavalsmuziek hier in Kruikenstad. Daar vatten we er een op.
ik ben het hier zo ver. Ik kan u wel vertellen dat ik vreugd het haar zet. Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met elkaar? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met elkaar? Van de Kruikenkroeg naar het volgende café. Eeuwig met mekaar, dat denk ik zeker niet. Deze is niet voor eeuwig, wat is dat een subiet? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met mekaar? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met mekaar? Schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met mekaar? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met elkaar? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met elkaar? Schoppen lekker hier en schoppen lekker daar. Zullen we een pilsje vatten met elkaar? Rond de pie, zo zijn we zo gek om niet. Rond de pie, we denken geen zin. Rond de pie, zo zijn we zo gek om niet. Rond de pie, we denken geen zin. Dankjewel, Kruikenstad! Woe!